De afgelopen week was het weer Gabbeweek in Opmeer en Medemblik. Duizenden kinderen konden kiezen uit honderden activiteiten. Van knutselen tot een demonstratie bij beveiligingsbedrijf Regiocontrol. Als je het eng vindt, dan zeg je het, dan stoppen we. Goed? Ja? Nou. Vond je het nou niet eng? Een klein beetje. Ja, toch wel een klein beetje? Ja. En deed het zeer aan je arm? Nee. Nee? Ja, het deed niet zeer. Waarom organiseren jullie Gabberweek? De Gabberweek is ooit begonnen als een kinderproject natuurlijk. Het is vaak wat minder weer in de voorjaarsvakantie. En door het aanbieden van activiteiten komen ze uit huis en ontmoeten ze vriendjes, maar vooral ook kinderen uit andere dorpen. En hoe lang doen jullie dit nu al? Dit is de 19e editie, dus volgend jaar 20-jarig bestaan. Dan hopen we weer toch wat leuke, nieuwe, grotere activiteiten aan te kunnen bieden. Om het heel leuk te houden voor iedereen. En wat voor activiteiten zijn er zoal? Dat gaat heel ver. Er zijn een heleboel activiteiten. We hebben 170 verschillende activiteiten echt. En dan kan je denken voor de kinderen aan paintballen, maar ook rondleidingen. We hebben ook activiteiten voor senioren. En dan heb je bijvoorbeeld een high tea of een leuke rondleiding bij de IKEA. Of naar de Arena, Amsterdam Arena rondleiding. Dus het gaat heel ver. U doet zelf ook heel erg veel voor Gabberweek. Nou, heel ver. Dit jaar valt het mee. Ik heb de luxe dat ik maar anderhalve dag in de weer hoef te zijn. Heeft ook te maken met de bestuurlijke agenda, in verband ook met de verkiezingen die eraan komen. Maar vorig jaar en de jaren daarvoor heb ik staan te koken voor de vrijwilligers. Ik heb zelf in het busje gereden. Dat was eigenlijk de hele week op pad. Ik kijk er iedere jaar naar uit, omdat het voor mij een stukje ontspanning is. Wat ben je aan het doen? Naam in spijkerschrift. Okay, maar je bent nu niet met spijkers bezig? Nee, ik ben nu met... Vol ben ik draadjes aan het, ik weet niet hoe je dat noemt, hoe je dat zegt. Wat heb je nog meer gedaan op de Gabberweek, of ga je nog doen? Gisteren heb ik, toen heb ik gegamed met, morgen ga ik niks doen en overmorgen ga ik paintballen. En vrijdag, dat weet ik niet meer wat ik vrijdag ga doen.